tropische koraalriffen zijn een heel bijzonder ecosysteem. Behalve het regenwoud zijn er nergens zoveel soorten bij elkaar te vinden als de tropische koraalriffen. En de reden is eigenlijk het koraal zelf. Dat is echt de basis in een verder vrij lege zee. Een leefgebied waar echt een heel veel dieren kunnen leven. Zeesterren, zeeegels, zeekomkommers, natuurlijk even vissen, haaien, verzin het maar. Zo'n koraal, hoe ziet het er eigenlijk uit? Nou, de meeste koralen zijn een kolonie, dus een hele groep van piepkleine diertjes bij elkaar. Bijvoorbeeld hierachter zie je een groen, zo'n kolonie koraal, en een geel. Dat zijn twee soorten van steenkoralen. Steenkoralen, die heten zo omdat ze een heel hard kalkend skelet hebben. Eigenlijk hetzelfde materiaal dat onze botten ook zijn. Alleen hebben wij één bot en meerdere botten binnen één persoon. En hier hebben we dus een heel skelet en daarin zitten piepkleine diertjes. Eigenlijk kun je het een beetje voorstellen als een woontoren. Want ieder flatgebouwtje, iedere flat, in ieder appartement zit een paar mensen in. Dat is zo'n koraalkolonie. En samen vormen ze dus één grote klont koraal en groeien elk jaar een klein beetje verder. De namen van de koralen die laten vaak een beetje zien hoe de vorm eruit ziet. Die gele daarachter bijvoorbeeld is een bekerkoraal en die groene een gewijnkoraal. Lijkt niet op de kleur, maar wel qua vorm toch wel een beetje op de gewei van een hert, toch? Je ziet hier en daar wat lichtere randen aan de koralen. Dat is eigenlijk dat stukje wat de laatste paar maanden bij is gegroeid. Dus het gaat niet heel hard, maar het groeit je heel goed. Daar zijn we heel blij om. Omdat koraal super lastig is om goed in leven te houden en te laten groeien. Koralen zijn zeer gevoelig. Ze kunnen niet goed tegen vervuiling, ze kunnen niet goed tegen plastic in de zee. Ze kunnen niet goed tegen de opwarming van het water, de klimaatverandering. Het zijn dus helaas heel bedreigde habitaten, heel bedreigde leefgebieden. Wat super jammer is, omdat zij dus de basis voor zoveel leven in de zee zijn. Dus ik hoop dat jullie hier in de ocean heel veel koralen kunnen ontdekken. De steenkoralen, zoals de plaatkoralen, bekerkoralen, of gaan ze op zoek naar de hersenkoraal. Ik denk dat je wel weet welke het is als je hem ziet. Maar ook de zachte koralen, die meewapperen met de oceaanstroming en maar kleine stukjes kalkskelet hebben. Onze burgersgidsen vertellen jullie op de Beestenbendedag graag veel meer over koralen. Dat mag je niet alleen maar hier beneden zien en horen, maar vooral ook boven achter de schermen, waar normaal alleen de dierverzorgers komen. Na 4 uur zijn jullie daar welkom tot sluitingstijd van de dierentuin. En nu is het een grote vraag, hoe kom je daar? Want er is geen deur die duidelijk zegt van kom hier, hier kun je naar binnen waar normaal niemand mag komen. Je loopt de hele oceaan door. Koralen, haaien, de roggen. Naar de roggentunnel ga je naar rechts tot je buiten de frisse lucht staat en loop je naar rechts verder het gebouw langs. Daar staat een deur open, een pijltje erbij, dat exclusief voor de beestenbenders op die dag na 4 uur de oceaan achter de schermen open is. Daar kun je ook je stempelkaartje inleveren in je speurtocht en krijgt dus extra uitleg over koralen en hoe we hier de vissen en koralen verzorgen. Heel veel plezier!